Welkom vanuit Kuik op de laatste dag van de Vierdaagse. De dag van Brabant, de dag van Kuik. De deelnemers zijn natuurlijk op weg naar Nijmegen. De laatste 14 kilometer. Ze gaan hier over deze pontonbrug gaan ze Brabant uit. Gaan ze een stukje Limburg en dan naar Gelderland. Maar wij laten jullie zien hoe de deelnemers het hebben in hun laatste kilometers door Brabant. Duizenden lopers trekken hier voorbij en ook duizenden mensen die langs de kant staan. Het is natuurlijk hartstikke gezellig met allemaal mensen. En we gaan een stukje meelopen, een stukje tegenmoet lopen. Kijken welke Brabanders en niet-Brabanders we hier allemaal tegenkomen. En dat gaan we jullie laten zien. Je ziet hier allemaal mensen dansen. U hebt het gezellig, meneer. Ja, heel gezellig. Kei gezellig. Heel leuk. Kijk, geweldig. Vierdaagse, super, top. Helemaal gaaf. Jammer dat u er bijna bent dan. Ja, dat is jammer. Ik denk dat ik nog een keer terug begin en een keer opnieuw gaan vandaag. Want het is overal zo leuk, heerlijk, geweldig, super weer, goed geregeld. Feest in Brabant. Dat moeten we hebben. Ik wens je nog veel succes. En ik wil je veel plezier. Dankjewel, jongens. Ja, zo gaat het goed natuurlijk. We lopen een stukje de mensen tegemoet. Er staat hier een DJ, dus er is wat muziek hier. Eens even kijken. Oh, jij ziet eruit alsof je zwaar hebt. Ik heb zwaar, ja. Gaat wel goed komen, hoor. Ja, naar 50 kilometer. Kuik is mijn dorp, dus ik ben hier gedragen en nu laatste kilometers. Dus nemen ze hem niet meer af. Dat gaat helemaal goed komen. Gaat helemaal goed komen. Hoe was het hier in Kuik? Ja, fantastisch. Ik ben al 20 jaar aan het feesten hier in Kuik. Ik heb gezegd, ik loop hem één keer in mijn leven mee. Ik doe het nooit meer, maar... Is het zo zwaar? Ja, het is zo zwaar. Ik wil niet weten. Volgend jaar sta ik hier te klappen voor die mensen. Nog harder dan dat ik normaal doe, dus... Ik vond het fantastisch, maar heel veel dalen gekend. Dus, Als je nou over de brug jouw Kuik uit en dan moet je nog een stukje Limburg en een stukje Gelderland. Mooie Nijmegen en dan gaan we ervan genieten en feesten. Ik wens je heel veel succes. Komt goed, dankjewel. Ja, de laatste loodjes zijn er tussen de laatste 14 kilometer die mensen nog moeten. Natuurlijk ook veel militairen. Ik heb veel politieagenten gezien die meelopen. En die het hier ook een beetje in goede banen proberen te leiden natuurlijk. Veel mensen die aan het filmen zijn. En je kunt daar bovenop de heuvel, de kade, kun je zien dat heel veel mensen aan het kijken zijn. Hier langs de kant ook veel mensen die aan het kijken zijn. Het is traditioneel de gezelligste dag van de Vierdaagse, zeggen wij natuurlijk niet geheel onbevooroordeeld. De laatste dag, ook de zwaarste dag. Brabanders! Ook heel veel mensen natuurlijk in bijzondere outfits. En heel veel mensen die een beetje mee applaudisseren. Dames, gaat het goed? Gaat hartstikke goed. De laatste loodjes? Absoluut. Komt goed. Ja, 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 ja. Dames hier aan de kant. Houden jullie het wel een beetje vol, want voor jullie is het ook warm zo. Ja, het is zeker warm, maar het is wel de moeite waard. Het is geweldig. Het is hard werken, hè, hier. Ja. Ik ben 3 centimeter korter, ik ben gesmolten. Maar die lopers hebben het veel erger dan wij. Top. Zijn jullie nog voor speciale mensen hier, of ja, gewoon iedereen? Zeker, Melissa. Die heeft met haar broertje altijd gelopen. En haar broertje is overleden en nu loopt ze maar alleen. Top, 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 top. En zijn ze al langs of moeten ze nog langskomen? Ik ben al geweest. Staan jullie gewoon iedereen verder aan te moedigen. Gewoon een hele prestatie van iedereen. Super. Ik wens jullie nog veel plezier. En, ja, als de beste dag. Dankjewel. En zo geniet iedereen op deze laatste dag van die Vierdaagse. Of ik wat wil drinken. Nee, dankjewel. Dat komt straks misschien nog. Heel veel aardige mensen hier. Ik zag net al mensen die dropjes waren aan het uitdelen aan de lopers. Mensen die drinken aan het uitdelen zijn. Natuurlijk heel veel mensen die toe aan het zingen en toe aan het juichen zijn. En zo komt iedereen, zo proberen we iedereen die laatste kilometers door te krijgen. Keigezellig staat hier bij jullie allemaal op het zicht. Vinden jullie het ook keigezellig hier? Ja. Zijn jullie heel veel bekenden tegengekomen? Ja. Ja, een paar. Een paar? Ja. En voor wie staan jullie specifiek hier langs de kant? Voor zijn moeder. Zijn moeder? Er wordt deze kant op geweest. Ja, we hebben hier ook een spandoek. Wat staat er op het spandoek? Mevrouw, wat staat erop op het spandoek? We zijn in Kuik. Welkom in Kuik, inderdaad. Namens Lisanne, Jozef, Pieter, Theo, Ellen en de rest. Nou, bij deze. Ja, de mensen lopen Kuik hier natuurlijk ook al weer beter
weer bijna uit. We lopen een stukje tegen de route in. Dat mag eigenlijk helemaal niet, maar vandaag mag het allemaal wel een beetje. Eens kijken wie we hier gaan tegenkomen. Veel militairen natuurlijk, ieder jaar bij de Vierdaagse. Sorry, ik loop er grandioos doorheen hier. Mevrouw, gaat het nog een beetje? Ja, lekker. Echt. Nog 14 kilometer? Ja, dat moet te doen zijn. Makkelijk? Heel makkelijk. Ik heb er geen problemen mee. Dus, het is lekker druk hier. Ja, dat is het mooiste toch van alles, hè? Dus ik ga er wel van genieten. Hè? Okay. Ik wens u nog veel succes die laatste 14 kilometer. Terwijl Guus Meeuwis hier langskomt. Althans, de muziek van Guus Meeuwis, hè? Niet Guus Meeuwis zelf. Althans, die hebben we nog niet gezien. Wat ook wel leuk was, we zagen net een groepje Engelse militairen meedansen op snollebolletjes. Schijnbaar gaat dat helemaal internationaal. En kent iedereen dat hier dus. Hebben ze natuurlijk veel gehoord langs de route. Allemaal eten dat ook langs de route wordt aangeboden. Chips hier voor de lopers. We lopen even een stukje verder door. Het wordt hier iets breder, het deel waar de lopers mogen lopen. Uit Wanrooy! En gaat het goed? Het gaat super! Ja. Heerlijk! Ja, ja hoor! Het is hier hartstikke druk, hartstikke veel aanmoedigingen. Nog mensen die hier op jullie staan te wachten? Ja, heel veel! Abelhoornaren! Super hè? Een feestje van hier tot Tokio. Geweldig, ja geweldig! En gaan die laatste 14 kilometer vanzelf zo? Oh jazeker, absoluut. Door iedereen hier hè? Geweldig publiek hè? Super! Ik wens jullie heel veel plezier nog. Dankjewel! Doei doei! En zij lopen weer door. Over de brug dadelijk de provincie uit. Het is ook wel mooi als je de andere kant op kijkt, cameraman Dennis. Als je alle vlaggen zo ziet. Het is ook wel. Het heeft wel iets. Het lijkt een beetje op. Het lijkt een beetje carnaval hier eigenlijk in Graven. Maar dan zo halverwege het jaar. We lopen nog wat verder door. Kijken of we nog wat Brabanders in de stoet herkennen. Ja, iedereen loopt nu door Brabant, dus is een beetje Brabander vandaag. Natuurlijk ook veel Limburgers die meedoen, veel mensen uit Gelderland. En veel mensen die meeklappen met Guus Meeuwis in dit geval. Het wordt hier wat drukker, want het wordt hier wat smaller. Nou, succes ook voor u. Dames, hebben jullie het beter naar je zin? Ja, zeker. Gaat het goed? Ja, zeker. We houden natuurlijk mensen op hè, als we ze stil laten staan. En ik snap wel, als je dan die laatste kilometers bezig bent, dan wil je niet stil gaan staan, dan wil je doorlopen. Daar kan ik op zich mensen niet kwalijk nemen. Ja, ook heel veel mensen die meezingen natuurlijk. Hè. We zijn er bijna. Ja, je bent er bijna, nog 14 kilometer. Nog 17,5. 14,5. 14,5. Ja, dat is bijna hè, als je er al 150 of zo hebt opzetten. Of misschien nog wel meer voor de mensen die de 50 lopen. Het is een beetje druk hier. Zullen we een klein stukje verder doorlopen, cameraman Dennis? We lopen even een stukje verder door. Weg van de muziek. Hier staan ook wat... Goedemiddag meneer. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het uitstekend. Ik hoop met jullie ook. Met 15 kilometer en dan zijn we er weer in. Ja, en zo lopen de mensen door inderdaad. Geeft ze ongelijk, zou ik zeggen. Maar... Er staan ook mensen stil. Mag ik jullie heel even lastig vallen? U bent er even bij gaan staan? Ja, dat klopt. Moet ook gebeuren. Want bekenden hier. Zeker. Helemaal staan ze even op jou te wachten hier. Ja, ook nog inderdaad, ja. Vrouw, ouders, schoonouders. Even, noem het maar op. Hoe gaat het ermee? Ja, eigenlijk best goed de laatste 5 kilometer. Dus, geen blaren? Nee, nog helemaal niet. Dus, dus die laatste 14,5 moeten dan ook wel lukken? 2 vingers in de neus. En zijn jullie trots op hem? Ja, zeker. Hoeveelste keer is het dat je loopt? De eerste? Ja, ook nog, ja. En dan ook gewoon meteen uitlopen? Laten we dat gewoon doen, hè. Hij is toch ergens aan begint. Is het niet warm? Jawel. Maar je hebt water op je rug, ja, zo te zien. Dus dat gaat helemaal goed komen. Voorbereid. Nou, dadelijk mooi die brug over. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. De laatste 14,5 kilometer voor iedereen die hier nog aan het lopen is. Wij lopen even een klein stukje verder door de drukte. Ook allemaal mensen die met bloemen lopen. Die ze vaak onderweg hebben gekregen natuurlijk. Hallo. Eens kijken wie we hier nog tegen gaan komen. Oh, ik zie dat hier snoepjes worden uitgedeeld. Ik kan me zo voorstellen als je
50 kilometer per dag loopt, dan, ja, dan verbrand je natuurlijk een hoop energie. En dan kunnen wat dropjes... Ik sla ze over, maar doet hij het ieder jaar hier met snoep staan voor de mensen? Ieder jaar. En niet alleen snoep, maar komkommers, meloenen, van alles. Maar die zijn al op. Dus, er gaat een hele proviant kist doorheen. Ja, helemaal. En pakken heel veel mensen het aan? Ja, best wel. Ja, we zijn ieder jaar op, dus alles op. Dus dat is uw manier om de lopers een beetje te steunen? Ja, aanmoedigen. Ja, en ik heb zelf ook gelopen, dus ik weet hoe het is. Het is altijd fijn als er iemand langs de kant staat met van alles. Dus, Even wat afleiding en wat extra energie. Zo is dat. Ja, kunnen ze er weer tegenaan. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik zou zeggen, nou, zorg maar dat ze snel opgaan, hè? Ja, het zal best lukken. De dropjes dus, langs de kant. Het blijft druk. Hallo. Het blijft druk hier. Je zou zeggen, op een gegeven moment is die stoet met lopers is voorbij. Maar we staan hier nu al een tijdje. Ook al voordat we hier aan begonnen. En het is gewoon al heel lang druk. En het blijft ook nog wel even druk volgens mij. Want ik heb niet het idee dat het minder druk gaat worden. Zullen we nog eentje doen, Dennis? Kijken wie we hier tegenkomen. Ja, u heeft een fiets bij zich. Dat is... Een verzorger uit Zweden, ja. Die komt er ook wel. Kijk, een spekje. Ja, oké, vooruit. Een spekje doe ik wel. Ja, maar ik loop niet mee, hè, dus dat telt eigenlijk niet. Maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit. Vandaag mag het. Alles mag. Aanmoedigen is het belangrijkste. Dankjewel voor het spekje. Alsjeblieft. Nu sta ik hier met een spekje in mijn mond. Eens even kijken. Nou, hier wordt het even iets minder druk. Hebben we iets meer ruimte. Hier staan allemaal mensen. Er komen mensen, dames met ballonnen aanlopen. Er mag geklapt worden. Ja, natuurlijk mag er geklapt worden, want jullie zijn er bijna. Wij wel, hè? Ja. Jullie moeten wel bijna Brabant uit. Oh, jij gaat naar Limburg nou, hè? We gaan naar Limburg. Ja. Jullie komen uit Kuik. Dus jullie zijn thuis. Ja, wou je zeggen. Oh, we hebben nu allebei een microfoon. Ja, leuk hè? Ja. Nee, wij komen uit Kuik. Hoe bevalt het zo met al die mensen hier in Kuik? Fantastisch, dit is helemaal leuk. Ja. Een beetje stilletjes. Wij maken meer geluid dan hun. Oh. Ik denk dat er een beetje... Nog meer. Een beetje sferen moet komen. Wacht, ja, maar kijk, daar komt heel veel sfeer. Hè? Zie je al die mensen daarachter? Jan. Dit is Jan. Okay, we gaan lokale beroemdheid. Ja, precies. Ja. Een dansje wagen bij Jan. Ja. Ik wens jullie nog heel veel succes. En de laatste loodjes nog, hè? Zet hem op. Dankjewel, hè? Ja. Ja, en zo gaat het hier nog wel even door, hoor. Want ik heb niet het idee dat de hoeveelheid mensen hier binnenkort gaat stoppen met langskomen. Want ik zie tot in de verte nog mensen komen met allemaal verschillende vlaggen. Militairen uit Engeland. Er komen dadelijk een groep militairen uit Frankrijk. Komt eraan. Uit allerlei verschillende landen. Natuurlijk ook heel veel Brabanders die hier lopen. En Kuik en ook Graven en de andere Brabantse dorpen waar de Vierdaagse langskomt. Staan nog wel een paar uur op zijn kop. Wij houden er nu mee op. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. En geniet nog van de Vierdaagse. Hey, okay. Hey, okay.